Dag beste kikkers, daar bent u weer met de 11e aflevering van Sassendom TV. Ja, het is de eerste keer na de feestdagen, maar nu gaat het feest pas echt beginnen. Vandaag gaat u op bezoek bij de Tonnen Zotters en laten we eens gaan kijken. In wat voor mooie accommodatie als zij bent beland. Heel veel plezier met het kieken. Nou Wiege, hier staan we dan. De nieuwe locatie van de Tonnen Zotters. En we gaan naar binnen bij prinses Pandora met haar adjudanten Glimmer. En god, hoe heet die andere toch ook alweer? Blinker. En Blinker. Jeetje, wat een naam. Dat is hoe langer hoe gekker. Maar ik sta hier helemaal alleen. Batse die zei dat er al was. Ik moet nog zien, en als ze er is, dan weet ik al denk ik waar ze zit. Die zit natuurlijk mooi aan de bar. Dus Wiege, wat zullen we doen? Zullen we eens naar binnen gaan? Zullen we eens kijken of er al is? En dan maken we er een mooi feestje van. Kom maar, kom maar met. In mijn tasje pakken, hoor. Mijn tasje. Gaat u ook mee? Ja, ik ga met u mee. Hooguit. Hallo, dan zoek ik onze vriend Batse. Hey, Batse is hier niet. Batse is hier niet. Dat is u. We zijn live op Sassendom TV. Wij zijn jou zeer erkentelijk dat jij onze vaste geluidsman wordt bij Sassendom TV. Bij ons grandioze carnavalsman. Ik weet dat jij daar wel eens op pad gaat met de dikdakkers. Dan zou ik het geweldig vinden als je ons nummer er af en toe even inknalt. En natuurlijk met trots presenteer ik onze medaille. Want jij bent natuurlijk wel een van onze gangmakers. Bij deze, kijk eens aan, Richard Winters, RW Productions. Zo geluidsman. Je zult nog groot nog leren. Maar je gaat nog live hier, hè? Gaan we doen. Hij kan ons afmixen. Wat een talent. Gaan we doen. Richard, dankjewel. Heel bedankt. Ik ben niet te veel. Sassendom is die stad. Ja, la, 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 la. Wel een beetje orde scheppen. Ja, ik ga verhalen aan met de adjudanten. Oh, die zijn verantwoordelijk. Ik kan daar gevolgd worden. Oké, bent u er klaar voor? Ik ben echt wachten. Thank you.
dan konden we mee. Ja, want Batsen is weer onvindbaar. Dat kind van Batsen, dat is er weer eens een keer niet. Ja. Maar Wieger, we hebben een gezellige avond gehad bij de Thomas Otters, de Sihol. Mooie optredens. En wie sprong nu buiten nu, hè? Baby met je Sihol. We mochten weer lekker tekstvast bezig zijn. En Batsen, daar heb ik me niet over. Dat doe je de volgende keer maar weer. Die zullen wel in een aparte meeting even bij elkaar roepen. Maar in ieder geval, Wieger, ik hoop dat je er wat moois van kunt maken. En tot morgen, want dan morgen bent wie er weer wil. Tot kiekers, hoi! Hoi! Wij hopen dat jullie weer net zo genoten hebben als wij. Tot de volgende keer maar weer. Ajus.